Banya movies. Pokédex, wat is dat voor Pokémon? Dat is een vrouw. Haar doos schijnt geweldig te zijn in de keuken en in bed. En kunnen meerdere opdrachten tegelijkertijd. Ze evolueert in een match. Het is niet best om meer dan één van deze Pokémon-soort samen in een team te doen. Wow, dat zie je niet vaak. Een vrouw in deze wereld. Vrouwen zijn net als Pokémons. Je hebt ballen nodig om ze te vangen. Ja, maar ze heeft maar 2 Pokéballen. Mijn Mewtwo moet haar kunnen verslaan. Waarom denk je dat ze 2 Pokémons heeft? Nou, ze bewaart haar Pokéballen onder haar shirt. Zie je? Nardo, dat zijn geen Pokéballen. Oh! Waar is zij nou weer naartoe? Een grasrand in de Pokémon-wereld. Dat vertrouw ik niet. Maar fuck dat! Dit wordt een eitje. Of nee, wacht. Haar kan ik makkelijk zelf aan. Oh nee, verkeerde. Nee, dit bedoel ik niet zo. Tijd voor een hyperbeam. Oh nee, niet weer Harden. Oh, sorry. Huh? Oh, Pokédex, ze is gevlucht. Vind je het gek? Waardoor jij zuigt Pokéballen. En bedankt. Ik haat Pokémon. Yo, wat up gasten, bedankt voor het kijken naar Pokémon in het echte leven. Iedereen houdt van Pokémon, dus stuur deze video door naar al jouw vrienden. Want iedereen wil Pokémon in het echte leven zien. En geef een duimpje omhoog hier beneden en abonneer ook hier beneden. Laat me vragen. Misschien moet ik wel een Pokémon in het echte leven deel 2 doen. Laat het me weten en bedankt voor het delen van deze video. Tot volgende week en abonneer hier beneden. Later. Waarom doe ik niet gewoon Digimon zoals mijn vader me zei? Oh. Wat zit in die Pokéball, Dolly? Ik dacht dat daar mijn Charizard in zat. Oh. Oh. Kijk eens wat een leuke Digimon. Oh. Je bent een goede Digimon of Pokémon. Een transgender Pokémon ben je dan.